Goeiedag en welkom bij een gloednieuwe aflevering van Never Have I Ever. Ik ben Dusai Tribo, jullie host van vandaag. En ik ben hier zo met... Anaïsa Overman. En met... Niens. Guys, zijn jullie ready? Ja. Hebben jullie het ooit gespeeld? Ja. Ik ben niet zo in mij. Oké, kijk, er worden een paar vragen gesteld. De eerste persoon die 5 keer I have als antwoord heeft gegeven, heeft dan verloren. Maar, voordat we beginnen, moet ik one shot. Standaard. Ready? Steady. Go. Het is een... Ja. Zo is het vaker, zie ik. Rijs aan op play. Alsjeblieft, doe niet alsof. Doe niet alsof. Oké. Nooit heb ik ooit een sigaret geroemd. Ik heb het geprobeerd. Je hebt het geprobeerd. Is het maar daar is het gebleven. En Rijsa, is er verslaving nu? Ik heb het ook geprobeerd. En dank je. Ja? Tot nu toe, probeer je. Soms af en toe. Maar dan vergeet ik hoe die experience was. Wauw. Wauw, wauw. Oké. Nooit heb ik ooit naar porno gekeken. Dus nooit heb ik ooit naar porno gekeken. Zie je niet? Let's be honest, ja. Is dat direct? Oké, okay, maar was... Even tijd. Kan mijn familie wegklikken. Hoe was de experience? Ik was like, oké. Okay. Tot hier, we gaan het hier houden. Is dat maar 1 keer gekeken? Soms komt het als een ad toch in die dingen. Oh, dan ga je, is het gewoon automatisch doorklikken. Nee, maar een keer ben ik gaan spaaien. Zo van, what is this? I was like, no, not today. En daarna nooit meer. Komt als een ad. Nice. Janine boy, zo maar kies het. Eeeh, boy. I'm a child of God. Hoe was het? Tot nu toe. Het is normaal hoor, mensen. Hoe doe je het, weet je? Zo leer je jezelf kennen. Ja, man, als je naar ads kijkt natuurlijk, hè. En denk van, hey, oké. I don't know, man. Nooit heb ik ooit nep gelachen naar iemand. Jullie hebben dus nep gelachen naar iemand? Ja. Wat was jullie reden? Het was grappig, maar het was niet grappig. Op de duur probeerde de persoon echt om hun dingen te vertellen. Ik was like, hey. Dus zo moet je wel jou eruit gaan. Is dat vet uit dat moment van, hey, uit dat gesprek van, hey, stoppen. Stoppen. Dus oké, je naar gewoon elke dag zeker. Hm? Elke dag. Als mensen interessant willen doen. Ja, dus dat. Nee, stop it. Nooit ben ik ooit betrapt geworden tijdens wat activiteiten. Vandaag gewoon tijdens seks. Want jullie doen alsof we zijn aan activiteiten, maar goed. Nooit. Je speelt gewoon safe. Nooit gewoon, dus wat bedoel je met gepakt? Door je partner of zo? Of door iemand? Nou, gewoon door iemand. Dus je bent bezig met je partner of ja. Gewoon wang. Schatje nee, of weet je. Nooit. Gewoon nooit. Dat iemand brieprap naar binnen kan. Gewoon naar binnen kan. Nee. Nooit. Jawel. Ja. Wie heeft je gepakt? Hoi. Dat mensen. Hey yo, what the fuck? What the fuck? Ik wat doe je, Isa? Je weet dat mijn familieleden soms even, hey, even wat. Maar hoe was het? Hoe was de experience op dat moment? In een skrikje dat boy, ik ga niet naar buiten. Of... Hier vier ik weer. Ja toch? Nee. Walk of shame on man, Jai. Nee, je moet even gewoon stil staan. Wat is dat die deur weer dicht is? Hij doet. Ja. Zijn nu dus nooit. Nee. Ja, zit zo doet dat ding om, man. Safa, moet tof. Nooit heb ik ooit speeltjes gebruikt.
tijdens seks. Wat voor speeltjes? Gewoon een brandweerautootje of zo hoor. Gewoon maak het. Ja, dat soort dingen. Nee, maar ik bedoel alleen kan je boy en zo ook dat speeltjes. Ja. Dat zijn eigenlijk accessoires. Maar het is een speeltje. Dat heb ik ooit accessoires gebruikt tijdens seks. Nee, we gaan het laten zo. We zijn into this show, toch? Into deze dingen. Maar goed, Raisa. Ilas Arondo. Je bent een beetje te actief. Raisa. Dus daar. Een shot moeten nemen. Zo'n lekkere shot. Met lemmetje. Ready? Op drie. Twee. Eén. It was at this moment that she knew. She fucked up. Normaal. Je weet niet wat ik al moet zeggen, daarom. A special water. En op je laatste jaar zijn je, do your best. Nooit heb ik ooit in bad een selfie gemaakt. Selfie is en ik wilde even kijken hoe dat haar zat, zodat het niet nat wordt, you know. Bruh. Maar I have, like, I'm being honest. Alleen of om je haar. Ja, mijn haar is duur. Janine. Janine. Raisa, hey. Je actief. Hey, boy, jullie is hey. Nou. Active. Wow. Oké, dat is maar nou. Wacht, skip hem. We gaan naar deze vragen nu. Dan gaan we niet naar de vraag. Nooit heb ik ooit een ondeugende foto gestuurd voor iemand. Want een selfie nog kan ik zomaar. We're being honest here. I have. Dat is ook van je haar. Of, ja. Skip. No comment. Next question. Raisa. Nou, daar gaan we niet op in, joh. Nooit heb ik ooit seks gehad in de auto. Oké. Ik wil gewoon weten. Hoe was de experience? Prefereer je dat liever dan gewoon, je weet, thuis? Nee, kijk, in de auto is echt voor wanneer je even Snel. Okay. Nee, ik vind het juist spannend, you know. Ja. Wat is spannend? Want je hoeft het niet de hele tijd op een bed te doen, toch? Nee. She ain't wrong. Nooit heb ik ooit telefoonseks gehad. Irisa! Wacht, ik heb nooit telefoonseks gehad. Ik vind het niet spannend. Like, wat? Je moet hier zijn. Ik kan niet door de telefoon. Nee. Ik vind het niet spannend. Nee. Echt, hè? Raisa, hoe was de experience? Boy, ik was in een overseas relatie, dus het moest ingaan. Dat is een moeilijk relatie. Ooit, hoor. Nee, maar het was goed. Het was goed? Ja, nooit heb ik me ooit aangetrokken gevoeld tot iemand die 10 jaar ouder dan me is of misschien jonger dan me is. Laat me het gewoon zeggen, niet 10 jaar speciaal, maar ietsje ouder dan je is of jonger dan je is. Ouder. Momenteel. Hij is ouder. Ik nou, actiereis me niet eens meer, man. Mijn ex is 38. Plus 15 jaar. FBI, open up!
Himmel Emma. Himmel Emma. Ik moet de wasje gordijn. Dit moest de wasje gordijn. Dit is aan dit moest de wasje gordijn. Nee, maar soms zijn ze. Londer. Jullie houden van suiker? Gewoon een actie doen. Nee, lekker, soms is het echt smooth. Smooth. You like the person. Smooth gewoon. Soms, the vibe is there, you know. Soms is hun gedrag volwassen, maar je weet toch, ze zien er als jong boy uit, man. Oh, dat jouw niet, ne? Oh, dat jouw niet. Mooi met z'n oren toe. Nee, ze gaat wel goed uit, weet je. Raisa heeft de ronde verloren. Dus, Safa, sorry Raisa. Ja, je hebt de kashot. Laat het nemen. Oké, laat het pas maar. Op reis als gezondheid. Zit die. Laat het proeven. Lady. Yo, lady. Yo, lady. Volgens mij komt de rook eruit. Nee, doe even zo. Ja. Ready? Steady. Go. Huh? Next. Hey. Dit is niet normaal, Janine. Nog een shot, please. Maar wat is zo raar eraan? Janine, het is gemixt met Bita. Oh, Bita dat naar dingen ruikt. En op Bita. Wat naar ruikt dat er is, hè? Wat naar ruikt dat er is, hè? Ja, oké. Okay. Ja, kijk. Meestal, of niet meestal, kijk, ja, jij mag dus een challenge bedenken voor Raisa gewoon. Een challenge? Wat is een challenge? Het mag niet uit, gewoon een challenge. Misschien moet ze zingen. Oh nee, Raisa kan zingen, hou op. Misschien moet ze dansen. Isafa, dippen misschien. Gewoon simpel. Ze moeten een rap even snel in elkaar zetten. Dat is eng hoor. En weet je wat Raisa dat? Hoe dat backfire? Ja boy! Dat is Raisa een challenge voor jou, hè? Dat je zo moet rappen of zo. Ja, dat is een challenge voor jou. Amazing. Spit it out. Je bent een rotje. Je snapt. Je nog Ralomani. Ralomani op je beeldscherm, you know. Yo! Dat was het. Raisa. Raisa. Ik ben Raisa en ik ben Overman. Hey! Kom nou, wat is er? Overman. Hype je, man. Ja, doe. Hype je, bro. Met die blonde krullen zo van ai. Check op mijn hip, wat was het? Ik kan echt niet rappen, hè. You don't promote violence, man, dat is punk. Check op mijn hip. Bos je lip. Ik ben een hippe kip. That music video can go crazy. Stop. Kappen. Hey, no man, het wordt een hit, hè, mensen. Ik wil je rappen, Pooja. Nee, man. Gaande. Janine is gek. Raisa is gek. Je weet zelf, mensen. Wat is spang? Wat FD? Janine krijgt bij deze een ribbon. Nee, een shot. Wat heeft nummer 1 behaald? Beide kunnen open. Ja, zoals altijd, ik ben dus uit Triple jullie host geweest. Ik was hier zo met... Raisa Overman. En met... Niens. Oké, guys. Wees lief tegenover elkaar, of tegen elkaar. En yes. Ik sluit bij deze af. Fijne dag verder. Geniet van je dag. En bye. Bye.